gemeente Moskou biedt inwoners een recordbedrag van omgerekend zo'n 20.000 euro als ze mee willen vechten in Oekraïne. Rusland kampt al langer met problemen in het recruteren van nieuwe soldaten. En aan het front zien we Rusland nog steeds kleine stukjes grondgebied winnen. We gaan erover praten met voormalig commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf. Meneer de Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en dat er wel recruten in het verleden toch vooral uit wat meer afgelegen gebieden van Rusland kwamen. Om de onrust in de steden een beetje te dempen. Nu worden er dus recordbedragen ook geboden in de hoofdstad van Rusland. Wat zegt dat? Nou, de opdracht is dat elke gemeente mensen moet leveren. En tot nu toe kwamen er inderdaad veel uit de rurale gebieden achter de Oeral. Maar niet uit Moskou, want daar wonen de zonen van de machthebbers en de mensen met geld. Dus die stonden niet zo te springen om naar het front te gaan. Dus hebben ze nu de bonus verhoogd en dat is heel veel geld. Wetende dat bijvoorbeeld $1 tegenwoordig is 100 roebel. Dus dat is heel veel geld. Ja, ik zag ook de berekeningen dat het kan oplopen in een jaarinkomen tot zo'n $60.000 omgerekend. Dat is voor Russische begrippen natuurlijk gigantisch, astronomisch. Dat is een inkomen voor een aantal jaren daar. Dus er zijn gigantische bedragen die er tegenaan worden gegooid. Ja. Het zegt iets over de wanhoop dat men zo op zoek is naar mensen. En niet alleen in eigen land, maar ook naar het buitenland. Er zijn verhalen dat mensen uit Noord-Korea naar de industrie worden gehaald in Rusland. Zodat daar Russen kunnen worden vrijgemaakt. Dat er genie-eenheden uit Noord-Korea naar de Donbass zullen gaan. Dat er Russen zelfs in Cuba zijn nu om te werven. Het zegt iets over de slijtage aan het front. Hoeveel mensen daar gewoon sneuvelen. En hoe steeds wanhopig men op zoek is naar mensen. Ja. Zijn mensen ook daadwerkelijk bereid om voor zo'n bedrag hun leven aan het front te wagen? Want het is nogal een risicovolle operatie gezien de cijfers. Steeds minder. Omdat men gewoon ziet dat de verliezen blijven ontzettend hoog. Dus wel eens uitrekenen dat de overlevingskans van iemand uit de gevangenis die tekende om te gaan vechten, was ongeveer een maand aan het front. En dan was je er niet meer. Dus uiteindelijk kom je wel op een situatie dat geld waarschijnlijk niet meer de drijver kan zijn om naar het front te gaan. Want de kans om te sneuvelen is gewoon ontzettend hoog. Ja. Levert dat, ik geloof in mei en juni alleen al 70.000 soldaten gedood of gewond volgens het Britse ministerie van Defensie. Levert dat nou ook al op problemen op in het voor de Russische krijgsmacht? Inderdaad ook recruten die moeilijker te vinden zijn. Ja, je moet vooral zien dat ze zegt met een paar weken training gaan ze naar het front. Dan worden ze massaal ingezet en de sneuvels ook massaal, vaak ook massaal gewond. Daarmee maken ze hele kleine terreinwinst. Maar wat we wel kunnen zien is dat dat grote Russische offensief wat we verwachten, dat gaat er niet meer komen dit jaar. Dus daartoe zijn ze niet in staat. Daarvoor hebben ze niet de menskracht. Ze kunnen hooguit aanvullen wat ze verliezen. En zelfs dat lukt niet. Dus wat dat betreft heeft het wel impact op het front. Ze winnen nog wel, maar een heel klein beetje. En het offensief gaat er niet komen. En dat wil eigenlijk zeggen dat als een offensief komt, dat het wel eens van de Oekraïnse kant zou kunnen komen om trein terug te kunnen winnen. Ja, oké. Dus wat er overwonnen wordt, dat komt tegen een enorme hoge prijs. En wat betekent dat op langere termijn? Dat Rusland ook dus gewoon slechtere papieren heeft dan Oekraïne? Ja, dat je ziet dat ondanks de numerieke meerderheid, er zijn veel meer Russen dan Oekraïners, dat ze deze oorlog gewoon moeten hebben om dat vol te houden. En het geldt voor materieel, dat wisten we al, dat ze oude tanks uit de schuur halen, maar ook voor mensen. En we zien ook dat ook leidt tot opleidingen die een paar weken zijn en de mensen naar het front sturen. Dus dat leidt er ook toe dat de operationele effectiviteit van de Russische eenheden wordt eigenlijk steeds minder. Maar ja, vergis je niet, ze hebben nog steeds heel veel mensen. Ja, en u zei het al, ook andere landen daar wordt gerekruteerd. Ik zag verhalen over Nepal, Afghanistan, Congo, India. Iedereen die een wapen kan vasthouden is welkom. Ja, Tsjetsjenië, Georgië, dus landen daaromheen, overal. Het zijn ook gigantische geldbedragen natuurlijk die je gaat krijgen. Dat zijn soms inkomens waar mensen jaren van kunnen leven daar. Dus wat dat betreft is de incentive, het lokkertje, is wel heel, heel sterk. Er is één keer, dat is inmiddels bijna 2 jaar geleden, een gedeeltelijke mobilisatie geweest in Rusland. Zo'n 300.000 reservisten. Waarom doet Poetin dat eigenlijk niet nog een keer? Maar dat gaat grote impact hebben op de maatschappij. Je laat zien dat de oorlog niet zo goed gaat. En grondwettelijk mag je dienstplichtigen niet inzetten in Oekraïne. Omdat het geen oorlog is, maar een speciale militaire operatie. Dus moet je eigenlijk beroepssoldaat zijn en een contract tekenen wil je naar het front kunnen gaan in Oekraïne. Zojuist maakte het Nederlandse ministerie van Defensie bekend een klein half uurtje geleden dat de 14 Leopard-tanks die Nederland en Denemarken voor Oekraïne hadden gekocht deze zomer nog naar Oekraïne toe gaan. Wat kan het Oekraïnse leger daarmee? 14 tanks?
Ja, niet zoveel. Maar wat je ziet is dat Oekraïne aan het front eigenlijk troepen spaart. Dat ze niet op grote schaal tanks inzetten of artillerie inzetten, kanonnen inzetten. En dat duidt erop dat het wel eens zou kunnen dat Oekraïne wel in staat is om een offensief uit te gaan voeren. En als we dat gaan zien de komende maanden, dan zien we die Leopard tanks zeker terug. Dank, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Marten de Kruijf.